In 1275 is het dorp Oosterlittens opgericht. Oudste man van Nederland in Oosterlittens geboren en is 106 jaar geworden. NTR dramaserie opgenomen in het dorpje Oosterlittens. Mysterie Paaltje van Oosterlittens nog steeds niet opgelost. Oosterlittens is een dorp in de gemeente Littenserdeel, in de provincie Friesland. Het dorp heeft ongeveer 300 inwoners. Normaal is er niet zoveel te doen, behalve... Maar er zijn hier genoeg dingen gebeurd. Eén daarvan is nog nooit opgelost. Het paaltje van Oosterlittens. Het dorp is in 1275 ontstaan met de naam Leggingen en het bestond ooit uit 5 terpen. Alle bewoners concentreerden zich op deze terpen, die de bewoners beschermden tegen het water. De grootste terp waar de kerk op staat werd rond het jaar 800 opgehoogd in verband met overstromingsgevaar. Dit is de enige terp die er nu nog is. En je kunt nog steeds duidelijk zien dat het een terp is geweest. In 2010 werd in Oosterlittens de NTR-dramaserie De Geheimen van Barslet opgenomen. De serie werd in 2012 op televisie uitgezonden en won een Emmy Award. Dit is een van de hoogtepunten in de laatste 10 jaar van Oosterlittens. Een bekende inwoner van het dorp was dominee Balthasar Becker. Hij leefde van 1634 tot 1698. De straat de Balthasar Beckerstraat is naar hem vernoemd. Ook was Oosterlittens het geboortedorp van Tjeerd Etema, die op 16 juni 1906 in Oosterlittens was geboren en was tot 1 april 2013 de oudst levende man van Nederland. Hij overleed in zorgcentrum Lauwershof in Oudorp in 60. In het dorp staat het paaltje van Oosterlittens, een replica van het paaltje uit een beroemde Friese saga. Het verhaal is dat een klompenmaker uit Oosterlittens reumatiek kreeg en noodgedwongen schoenmaker moest worden. Maar in Oosterlittens droeg vrijwel niemand schoenen. Het gezin van de man had het erg arm. Op een nacht kreeg de schoenmaker een droom. Hij moest naar de Papenbrug in Amsterdam gaan, waar hij het geluk zou vinden. In Amsterdam zag hij de brug uit zijn droom. Hij vond er helaas niets. Net toen hij wilde vertrekken, kwam hij een monnik tegen. De schoenmaker vertelde hem over zijn droom. Hierop vertelde de monnik dat hij ook een droom had gehad, maar over Oosterlittens. Achter het huis van de schoenmaker, bij een paaltje in Oosterlittens, lag een ketel met geld begraven. De schoenmaker ging snel naar huis. Bij het paaltje in Oosterlittens vond hij inderdaad de schat. Na een tijdje is de ketel opnieuw begraven en tot nu toe heeft nog nooit iemand hem gevonden. Het is dus niet de vraag of hij er ligt, maar waar. Thank you.